Net als bij andere wedstrijden op de hertgang zaterdagmiddag werd ook bij PSV A1 een minuut stilte gehouden voor oer-PSV'er Harry van Kemenade. Tegenstander van PSV A1 is Willem II RKC en de eerste kans is voor de ploeg van Pascal Jansen. Olivier Rommens ziet zijn schot gekeerd worden door doelman Jordi Taal. Dan Mahmoud. Schreeuwt het uit van de pijn. Spits Simri Bent gaat door. Scheidsrechter fluit niet voor een overtreding. Maar het is wel duidelijk dat Mahmoud heel veel pijn heeft. Niet helemaal duidelijk wat er gebeurde. Meteen een paar wissels uit de dugout. En daar Simri Bent steekt zijn voet over de bal heen. Op de enkel van Mahmoud. En de scheidsrechter geeft het aan wisselen. Mahmoud kan niet verder. Kaanbay zal zijn vervanger. En zo dus al vroeg in de wedstrijd een tegenvaller voor PSV A1. Hiwat wordt weggestuurd door Rommens. Lage voorzet van de buitenspeler. Sano komt dan voor zijn man. Maar een goede redding van Jordi Taal. Goed voor zijn man gekomen en Moussa Sano. Maar net te dicht op de keeper geschoten. Wat kunnen de bezoekers dan? Schilders. Speelt Simri Bent in. Schilders neemt dan over. 1-1 op Sojstra La Paz. Maar een hele goede redding van de keeper van PSV. Maar het gevaar nog niet geweken. Van Hoof gaat Verstraten voorbij. Schilders dan. Nog een keer Schilders. Groenendijk gooit zich naar voren. En Paal werkt dan weg. Zo was het dus even hectisch voor de goal van Sojstra La Paz. De Jong. Opgejaagd door Wouters en Sano. Maar de bal toch terechtgekomen bij Jelle Klap. Groenendijk dan in duel. Met Rush en Hiwat onderschept. Gaat nog iemand voorbij, kan er alleen de keeper af, maar schiet veel te vroeg. Had alle tijd en alle ruimte Ryan Hiwat. Maar wil het heel erg snel doen. Was het laatste wapenfeit van die eerste helft, dus beide ploegen gaan het rusten. Met een 0-0. Dan kijken of de tweede helft ons meer kan brengen. De Jong. Met een lange bal op Moorman. Via Groenendijk dan terecht bij Bent. Maar hij ook net als Ryan Hiwat die eerste helft veel te gehaast. Wouters. Ziet daar de ruimte bij Moussa Sano. Goede bal. Sano dan in één keer en een redding van Jordi Taal. Nog een keer Sano. Twee man voor zich. Probeert de voorzet. Lukt niet. En uiteindelijk dan de tweede aanval in de kiem gesmoord. Alberto. Voorzet. Komt niet terecht bij een ploeggenoot. Maar Alberto nog een keer. En uitstekend verdedigd door Nick van den Bomen. Wel ten koste van een corner. Die wordt genomen door Kenneth Paul. Wouters voor zijn man. Eerste instantie door de redding van Jordi Taal. Maar Moussa Sano is scherp voor de goal. En hij schiet PSV A1 op een 1-0 voorsprong. Goeie kopbal van Wouters. En Moussa Sano scherper dan zijn tegenstander. En zo dus PSV A1 op een 1-0 voorsprong. De Jong. Op invaller Ibrahim El Morabit. Blijft artistiek aan de bal. Ziet dan de ruimte bij centrale verdediger Max Verkuil. En met een stiftje over Sojstra La Paz heen. En dan raakt Abdul Salam Bangura die bal nog vlak voor de lijn aan. Goed stiftje hier van Verkuil. Maar het doelpunt komt op naam van Bangura. En zo staan beide ploegen dus weer op gelijke hoogte. Alberto. Combinatie met Rommens. Lukt het niet helemaal, maar Rommens krijgt een herkansing. En hier een vrije trap. Inmiddels zitten we in de laatste minuut, dus als PSV nog iets wil, moet het uit deze vrije trap komen. Paal. Hoog naar de tweede paal. Maar die bal is te hoog en te ver naast het doel. Zo blijft PSV A1 steken op een 1-1 gelijkspel. En verspeelt het kostbare punten in de strijd om het kampioenschap. Want door dit gelijkspel blijft Ajax koploper met 22 wedstrijden gespeeld. En daarin haalde het 49 punten. PSV moet het doen met 1 puntje minder, maar heeft al wel een wedstrijd meer gespeeld.